Het is maandag 26 augustus. Goeiedag, dit is het nieuws om 10 uur met de herhaling om 12 uur op 91.7 limfmsu.com. Nogmaals, goedendag. Melissa Venetiaan, die binnenkort directeur af is van het IOL, zei vanmorgen aan LimFM dat ze haar ontheffing zag aankomen. Minister Ori van Onderwijs heeft haar in een kort gesprek medegedeeld dat hij haar gaat vervangen. Venetiaan is trots op de bijdrage die ze geleverd heeft en ze is het niet eens met de ontheffing. We voeren nu terug naar een fragment, het volledige gesprek met Venetiaan hoort u in ons middagprogramma. Wij laten u slechts een fragment horen in het nieuws. Hij heeft een nieuwe raad van toezicht aangenomen die bezig is, of die binnen is gekomen met het verhaal. Wij hebben een opdracht van de minister. Zij hebben mij gezegd, de opdracht is accreditatie en, hoe noem je dat, een HRM-beleid opzetten. En blijkbaar was er toch een andere agenda, mevrouw Venetiaan verwijderen. Die was natuurlijk niet allemaal medegedeeld. Maar waarom zou men eigenlijk dan, als ik het zo mag zeggen, van u af willen? Want u zegt juist, ik heb een goede job gedaan. Dat zullen we in het midden laten, meneer Clift, meneer Limburg. Dat is de verantwoordelijkheid van de mensen. U blijft erbij dat het niks te maken heeft met uw functioneren, maar dat het om andere redenen is. Mijn inziens een andere reden, want de geruchten zijn er vanaf december 2023 dat er iemand rondloopt op het terrein die zegt mijn beschikking is al getekend, ik kan niet wachten tot ik directeur word. Nou, wat voor boodschap is dat aan mijn veder? Dat is toch raar? Kunt u ons laten weten in welke sfeer het gesprek met de minister gevoerd is? Meneer Limburg, ik weet niet of u weet, er zijn al een aantal NPS'ers ontheven. Ik heb het verslag van een van de NPS'ers aangehoord. De minister houdt eerst een gezellig babbeltje met je en daarna krijg je de brief. En precies zo is dat gelopen. Er is eerst een gezellig blabbeltje gehouden. Hoe gaat het op het IOL? Bla bla bla. En daarna kreeg je de map in je gezicht. Waarbij je dus niet eens kan verweren. Want hij baseert informatie op basis van een onderzoek. Ik heb dat onderzoeksrapport niet mogen doornemen. Het enige wat ik dus te horen heb gekregen is dat er op dat het HRM-beleid zoek is. Ja, dat wil ik erkennen. Dat het financiële gedeelte zoek is. Dat wil ik ook erkennen. De vraag is alleen maar, wat is de bron hiervan? Ik heb momenten meegemaakt waar de Raad van Toezicht mijn interim vervanger straks, waarbij hij die meneer, waarbij de Raad van Toezicht die persoon verdedigt, wanneer ik zeg, die meneer weigert 3 offertes aan te vragen bij bedrijven wanneer zaken worden moeten worden aangeschaft, zoals computers, etcetera. Meneer weigert gewoon die offertes aan te vragen en toch moeten zaken aangekocht worden. Die meneer wordt verdedigd door die Raad van Toezicht, maar mevrouw Venetiaan moet nu weg. Ik wil ook eventjes het accent leggen op de bond. De bond die heeft een vuile rol gespeeld door een verhaal te ventileren dat ik
docenten voor, zomaar voor bevoordeel. Dat ik lesuren staat op maat van 182 lesuren. Nou, tot de dag van vandaag is er geen bewijs daarvan te vinden. Ja, en de mensen die bij de bond zitten, dat zijn een aantal opleidingen, die zelf een heleboel haken en ogen laten vallen op het IOL. En ik noem met name de opleiding geschiedenis, waar er minstens 20 diploma's al een jaar wachten om uitgeschreven te worden, omdat de opleidingscoördinator maar niet kan komen op het afronden van de zaken. Wanneer studenten om hun stukken praten, worden hun diploma's niet uitgeschreven. Ja, ik kom even terug op het gesprek met de minister, want u zegt, hij houdt eerst een gezellig babbeltje en daarna laat hij dus die bom vallen. Ja. En u zei, u hebt dat zien aankomen. Maar in de verklaring van het ministerie van Onderwijs zegt de minister dat in gemeenschappelijk overleg met u dat besluit genomen is. Nee, dat klopt niet. Dat heb ik hem ook gezegd. Het is uw verantwoordelijkheid. Het is uw verantwoording dat u op basis van eenzijdige informatie deze beslissing hebt genomen. Die brief lag al klaar. Hoe gaat hij die brief niet afgeven? Ja, dus dat, wat daar staat, dat is dus niet waar. U bent niet eens met die ontheffing. Ik ben het niet eens. Ja, maar u zei ook, een paar MPS'ers zijn daar ontheven. Ik heb u eerder gevraagd, wat kunnen de redenen zijn? En u zegt, u laat dat even in het midden, maar u zegt zelf, een paar MPS'ers zijn ontheven. Kan het zijn dat dit te maken heeft met uw politieke kleur en uw naam, eventueel? Eerder met mijn naam, want ik ben niet actief binnen de NPS op het moment. Nee. Maar waarom zou dat volgens u dan een probleem zijn voor de minister? Meneer Limburg, u wil mij nu woorden in de mond leggen die volgens mij niet uit mijn mond moeten komen. Die uit misschien de mond van een journalist moeten komen. Ik denk dat u de zaken die er nu gaande zijn, bij elkaar zou moeten verzamelen en op basis daarvan een conclusie zou moeten trekken. Het is al lang duidelijk dat bepaalde groepen mensen thuis worden gezet, of in ieder geval ontheven. En het heeft niets te maken met hun functioneren, het heeft met andere zaken te maken. Ja, en ik kan de conclusie trekken dat de politiek hier aan ten grondslag ligt. Ik heb mijn vermoedens daarin, ja. Ja. Uh-huh. Is het de minister die u moet ontheffen of is dat niet de taak van de RVT? Hoe zit dat precies? Nee, het is de minister. Ik val rechtstreeks onder de minister. Ja. De volgende stap die ik zal ondernemen, dat ik minstens het rapport van de Raad van Toezicht zal opeisen. En kijk, het directoraat Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs, die is er pas. Dus toen de minister aantrad, was dat directoraat er niet eens. Hij is pas later geïnstalleerd. Dus er zullen ook vragen naar die groep gericht worden. Maar ja, kijkt u, als er al maandenlang bepaalde geruchten gaande zijn, dan heb je zoiets van, oké, ik wacht af, ik doe mijn werk totdat die brief er is. Dus die brief is gekomen en ik heb mijn werk gedaan. Ik moet wel aangeven dat dit gebeurde heel erg vervelend was. Als je het human resource-wise bekijkt, zeg ik, gebeurde dat in de slavernij, in de tijd van de slavernij, dat je krijgt geruchten. Masra osermi, masra oserwantusma, masra. En elke dag sta je op en je denkt, vandaag gaat het gebeuren. Ja, dat wil ik aan blijven geven, dat het op zo'n manier ook niet werkbaar is geweest. Ik heb mijn product geleverd. Ik ben het meeste trots over het feit dat twee opleidingen
aan de afronding zijn van het accreditatieproces. Het is slechts wachten op het rapport en de verklaring. En dat is ook zoiets. Waarom duurt het zo lang voordat wij onze rapportage krijgen, terwijl we al in april 2024 onze afronding hierin hebben gedaan. Maar ik neem aan dat ook daar een spelletje gespeeld wordt in samenwerking met het ministerie. En dat laat ik ook ter hunner verantwoording. Melissa Venetiaan tegenover Lim FM. Om 2:00 of in Baganatori hoort u het volledig vraaggesprek. Want we hebben haar meerdere vragen gesteld en ze heeft meer gezegd. We gaan even verder. De media laat zich niet intimideren. Nogmaals, de media laat zich niet intimideren. De mediatop was gisteren op bezoek bij Lim FM in het programma Retrospectie. En wederom is de kwestie Noor Mohammed tegen het licht gehouden. We laten nu horen Nita Ramcharan en Wilfred Levin. In feite moet vanaf de derde leerjaar al, zelfs eerder, kleuterklas, tweede leerjaar, kinderen hun rechten moeten ze kennen. Mm-hmm. Want hoe vaak komt het niet voor dat kinderen worden misbruikt? Mm-hmm. En andere vrienden of zelfs familieleden raken kinderen aan. En dan heb je van alles en nog wat. Juist in een land als Suriname, waar we nog 300 jaar koloniale tijd moeten overbruggen. Mm-hmm. Waar je, het zit bijna in je genen dat je, men wil voorkomen dat je je mening uit. Mm-hmm. En Sakai is ai en al dat soort dingen. Yeah, yeah. Weet je, kinderen mogen helemaal niks zeggen, want dan zijn ze brutaal. Dus deze dingen moeten vanaf de schoolbanken. Maar je ziet in de schoolbanken zelf, moet je ook je mond dicht houden. Mm-hmm. Moet je zo min mogelijk praten. Mag je niet echt je mening uiten? Ja. Daar hebben we nog een periode meegemaakt waar we censuur hadden, waar je je mening niet mocht uiten, waar alles verboden was. En toch zie je dat er weinig gebeurt om mensen te educaten van wat het is. Het is in het VN-verdrag staat het ook dat de overheid verplicht is om de mensenrechten duidelijk te maken. Weet je, van wat mag je en wat mag je niet. Maar die educatie is er niet. Ook in de Binnenlandse Oorlog heb je ook daar een heleboel besluiten. Mm-hmm. Dat mensen moeten weten wat hun recht is. Weet je hoe lang mensen bang waren om te getuigen? Yeah. Omdat ze, weet je, vooral ook in Suriname, is een kleine maatschappij, dus je wil niet zeggen van rancune. Rancune is er verschrikkelijk, ook bij de overheid. Je moet durven om iets te zeggen, ben je morgen weer opzij gezet. Dus we zijn in een land waar we nog echt moeten wennen aan dat je je mening mag uiten. Ik sprak gisteren nog iemand die 7 dagen werkt, 7 nachten, van 7 tot 7. En ik zei van, je bent geen slaaf. Hoe kan je 7 tot 7 werken? Mm. En die persoon krijgt nog erbij onder het minimumloon. Mm-hmm. Weet je maar, hij zei, ja, maar wat moeten we doen? We moeten hosselen. Ik zei, ja, maar ga je nooit thuis slapen als je 7 tot 7 moet werken? Deze dingen gebeuren gewoon, hè. En die mensen weten niet dat ze moeten kunnen zeggen, ik wil ook een nachtje in mijn eigen bed slapen. Weet je, het is gewoon triest. En die dingen worden toegelaten. Kijk, mensen zeggen ook dat we te veel zeuren om over dit ding te praten. Over wat er is gebeurd. Laat de rechter maar beslissen. Maar daar gaat het niet om. We doen ook een stukje bewustwording. Ja, absoluut. Weet je, en ook van wat kan je wel? Want natuurlijk, je hebt recht op vrije meningsuiting. Zoals ik het zeg, is het hoogste goed na het leven. Ja, ja. Als je je niet kan uiten, dan ben je gewoon geen mens meer bijna. En niemand mag interfereren, tussenkomen. Zelfs God komt niet in keuzes van mensen. Nee. Jij hebt het in je eigen handen en jij mag bepalen. Ja. Snap je? Dus hier komt het te vaak voor dat we maar onze mond dicht moeten houden. En behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet. Precies. Maar dan betekent dat je een strafbaar feit moet begaan. Voor men jou moet gaan proberen aan te klagen van, je hebt dit overtreden. En je mening uiten kan het strafbaar zijn. Ja, hoe kan je mening uiten strafbaar zijn? Weet je, Nita heeft even iets aangehaald. Zelf God komt niet aan jouw beschikkingsrecht. Weet je,
Dat is een belangrijk punt. Iedereen is gemaakt met een wil. Jij legde uit in de uitleg van het artikel 19 dat je er niets aan kan doen dat je mens bent. En inderdaad, zoals net al zei, hebben we iets van de koloniale periode van ons verleden waar we eigenlijk geleerd worden van je mag dat niet, je mag dat niet. En dat gaat door. Maar je zit ook in de politiek. En kritiek van de samenleving wordt vertaald als weer kritiek, je moet meegaan, er is te veel kritiek. En elke kritiek wordt gezien als niet goed. Ja. Het lijkt alsof het woord kritiek wil zeggen fout, negatief. Kritiek is, dat wil kritiek niet zeggen. Kritiek kan, en ik hoef niet te zeggen opbouwende kritiek. Ja. Ik moet kritiek hebben, het hoeft niet opbouwend of afbrekend te zijn. Het is een toevoeging die mensen hebben bedacht. Kritiek is kritiek. En ik moet daarin weten dat ik niet, jou niet mag beledigen of jou niet mag belasteren. Maar zelf beledigen mag. Dat zeg ik ook. Zelf beledigen mag. Omdat, en weet je, het beledigen past in de toestand waarin mensen verkeren om met elkaar om te gaan. Ik weet, er is een geval in Nederland waar een jong meisje het F-woord heeft gebruikt. No? En ze is bij het paleis de Soestdijk gegaan en heeft een bordje geplant met het F-woord, F de koning. Er kwam een discussie in de Tweede Kamer. En de omstandigheden in die Tweede Kamer hadden zo van, we gaan ons hier niet druk maken, hoor. Vrije meningsuiting. Precies. En het was afgedaan. Dus de context wat ging over die, er was een enquête gedaan over het koningshuis en alle dingen, het gelden die gaan enzovoort. En dat meisje heeft een bord gepland daar even de koning. En de Tweede Kamer vond oppositie zowel coalitie. Ja. We gaan hier ons in tijd verspillen. In sommige landen, als sommige van onze beleidsmakers daar wonen, zouden ze voor mij elke dag rechtszaken aanspannen tegen burgers. Toch? En daarom, we komen nog erop, en daarom is het voor mij volgens mij belangrijk dat ergens die rechtszaak die gaande is, dat het ergens gewoon voortgang vindt. Omdat we weten wat Suriname vindt van als je tegen een minister zegt, minister, jij bent verantwoordelijk. Ja. Weet je, we moeten weten van waar staan we als land, hoe ver ik onze democratie en het zal helpen om in de toekomst naar te verwijzen van, kijk, doordat we dit soort dingen niet hebben geregeld, we zijn stil blijven staan in onze ontwikkeling, we hebben het debat gekild, het publieke debat, we hebben de assertiviteit, niet nu, niet met deze regering, al way back hebben we die assertiviteit weggehaald in die samenleving, kinderen mogen dat niet, want als je dat zet, dan in april spreek je gibigisma en dat soort dingen. Dus er moet een stukje bewustwording komen en ik denk, net als zij van, alsof mensen zeggen, we praten te veel over. Ik denk dat mensen onvoldoende beseffen wat het is. Wat het is. En dat het te maken heeft niet met ons journalisten. Ja. Of met Stalin of met Nita. Maar het heeft te maken met die samenleving. Want als politici zijn zich bewuster van. Want als we dat uitschakelen. Zij vrij spel hebben. Om te doen en laten wat zij willen. Ja. Kijk, we hebben natuurlijk al een paar keer gezegd. Maar het gaat over die brug over de Saramaka. Over het Saramaka-kanaal, maar de weg dus die van het Hogerhuisstraat, die moet aansluiten op die brug. Het is een heel belangrijk project, omdat die brug en die weg niet meer aansluiten wanneer het werk af is. Dat betekent dat er aanpassingen moeten komen, dus zelfs als al die brug klaar zijn, en die van het Hogerhuisstraat blijft zo, dan kan je die brug niet gebruiken. Dus er is een aanbesteding gehouden in februari al, om die opnieuw inrichten van het Hogerhuisstraat in orde te maken. Oké, in juni wordt die aanbesteding stopgezet. Er moet een nieuwe komen. En IDB zegt van, we moeten dit doen omdat we twijfelen aan de vertrouwelijkheid van informatie. Dat informatie bij derden terechtgekomen is. En ook voordat IDB op de hoogte was, was het al een beetje duidelijk naar wie het werk zou gaan. Ja. En omdat een van de inschrijvers, er waren vier, samen twee dus, joint ventures. Mm-hmm. Een van ze had die joint venture overeenkomst niet erbij. Ja. En dat was al een probleem, terwijl die eigenlijk 5 miljoen goedkoper was. Ja.
Maar als je dat stuk niet hebt, dan is het moeilijk om mee te doen. Precies. Dus dat is ook gezegd aan die persoon. En toen is die persoon gaan lobbyen, dat bedrijf, van hey, hoe kan het, kunnen we het alsnog inleveren? Ja. En waarom mag het, vragen jullie dat ineens? Want dat bedrijf had al eerder meegedaan aan een aanbesteding. En toen had dat bedrijf ook geen joint venture overeenkomst ingeleverd. Dus die is terecht natuurlijk ook gaan vragen hoe of wat. Dus er kwamen toen vragen, lobbywerk. Het is heel ver gegaan, tot op het hoogste niveau. Er kwam heel veel ruis. En het project zou ook een beetje meer kosten dan het geld. 23 miljoen. Ja. Dus, maar intussen was het geld al gevonden door openbare werken en financiën. Het zou uit de begroting komen. Het ging om 3 ton meer, US dollar. Goed, een heleboel ruis en zo. Maar toen heeft IDB gezegd, luister, als er ruis is hierover en bepaalde zaken lopen niet volgens de regels, dan gaan we dit stopzetten en dan gaan we opnieuw een aanbesteding doen met andere voorwaarden erbij. Waarschijnlijk, kijk, als je al weet wat iedereen heeft gedaan, dan ga je nu nieuwe voorwaarden schrijven, niet op maat van degene die... Ja. Dus alle soorten dingen spelen hier, hè. Maar goed, niemand heeft het volk dat elke dag leidt. Weet je hoeveel mensen en bedrijven zoveel ellende ervaren elke dag, doordat die brug zo lang dicht is. Het was al een probleem toen het open was met files. Dan laat staan als het niet gebruikt kan worden. Goed, toen is de West erachter gekomen dat er iets was. En heeft dus een bericht gemaakt van er is een probleem daar. Toen dacht ik, hè? Is het een probleem? Dus dan ben ik ook gaan onderzoeken. En naarmate je onderzoekt, zie je hoe groot het probleem is. Toen hebben wij dus ook gebracht van ja, het is een groot probleem. En IDB heeft ingegrepen. En er komt een nieuwe aanbesteding. Nou, daarover is er niks gezegd. Want het is compleet waar. Ja. Dus de minister valt niet over het bericht. Dan komt je mening. In een column geef je je persoonlijke mening. En daarin heb ik gezegd van, als dat ding uitgelekt is via OW en het is stopgezet, die aanbesteding, er moet een nieuwe komen en algemeen belang. Zoveel ellende met die brug en mensen. Dan moet die minister eigenlijk de eer aan zichzelf houden, want hij is de politieke baas. En daarover is hij, valt hij. Omdat ik heb gezegd dat hij verantwoordelijk voor is en moet opstappen. Mag ik dat niet zeggen? Waar heb ik beledigd? Waar is behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet? Dat gaat hier gewoon niet op. En omdat, kijk, niet alle journalisten die die zaak ondersteunen en de vereniging, maatschappelijke groepen, zijn toch niet allemaal massaal gek? Ja. Ze hebben allemaal gelezen, keer op keer, van waar is die fout dan? En aangezien er geen fout gevonden is, heb je deze massale steun ook. Mm-hmm. Omdat je denkt van, hey, wat mag je dan nu wel? Bovendien, andere collega's hebben nog aardere dingen gezegd, van is corruptie, hij moet opstappen, allang ophoepelen. Ik heb dat ook gezegd. Ja, precies. Parlementariërs hebben dingen gezegd, maar hij zoekt gewoon iemand. Yeah. Dus er was hier helemaal geen wederhoor nodig. Maar nadat, kijk, die minister heeft nooit gezegd dat die informatie niet klopt. Mm-hmm. Want dat kan hij niet zeggen, omdat het gewoon keihard klopt. En het was zwart op wit. En men zegt, we doen geen onderzoeksjournalistiek. Wel, dit is een schoolvoorbeeld van onderzoeksjournalistiek. Wat we gedaan hebben. En als we het niet hadden gedaan, zou die samenleving tot vandaag niet weten. En alleen maar denken, het duurt lang. En dit jaar tegen overheden niet kunnen. Ja. En het moet doorgaan, Nita. Het moet doorgaan. Je moet door onderzoek doen. Alle journalisten. Ze moeten de issue moeten ze beheersen zoals jij het net hebt uitgelegd wat er aan de hand is. Want veel mensen weten nog steeds niet wat. Maar wanneer als je kijkt naar het nieuws in het buitenland, de commentaren, de mensen, hoe journalisten op de issue zitten en het gaan uitwerken. Die beleidsmaker kan alleen maar komen en een beetje verdedigen, maar hij gaat nooit daar tegenin of je moet echt fout zitten. Ja. Maar weet je wat nu mij dus ook opvalt? Dus Aziz Gayadin wist natuurlijk vanaf het begin dat dit probleem er was. Hij heeft niets kunnen doen.
Blijkbaar vond hij ook dat die minister een beetje te ver ging met naar de rechter gaan. Ja, ja. Maar waarschijnlijk, misschien heeft hij intern wat gedaan, maar publiekelijk heeft hij niets gedaan. Mm-hmm. Hij heeft het gelaten voor wat het is. Weet je, ik bedoel, je kan wel zeggen, president, gaat u niets doen, mm-hmm. maar dat is alles. Dus nu is hij in China en hij belde me die avond voor het bericht. Van, ik wil een statement geven. Mm-hmm. Ik denk, natuurlijk. Mm-hmm. Elke journalist springt als een fractieleider van de zittende coalitie een statement wil geven. En toen zei hij van, hij vindt dat de staat niet betrokken moet worden en bla 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 en zo. Maar dat vindt hij ineens nadat die zaak al voorgegaan is. En nadat ze gezien hebben wat voor politieke schade dit ongewild. Want we zijn niet bezig met politiek. Ja. Ja. Maar je komt op voor je rechten. Wat die schade kan betekenen voor de regering. Dus komt hij met een statement. Maar het heeft me wel aan het denken gezet. Ja. Van kijk, de procureur-generaal vertegenwoordigt de staat in rechten. Mm-hmm. Maar betekent het dat elke minister of overheidsfunctionaris of zo die iets vindt, dat de procureur-generaal zonder af te stemmen met de regering, gewoon zegt van ja, ik geef een volmacht aan een advocaat om mij de staat te vertegenwoordigen. Ja, ja. Dus, en dat is wat Gayadin ook eigenlijk vroeg van, kan dat? Ja. Weet je, want eigenlijk word je nu met je neus op de feiten gedrukt. Van kan een PG en vindt de PG dat het correct is? Ja, nee, dat hier sprake is van belediging. Van schende. Van, weet je, dus artikel 19. Ja. Ja, en dat is wel erg belangrijk. Van mag je gewoon zo bepalen omdat de minister dat vindt? Nitaram Sharan en samen met Wilfred Levin. Gisteren in retrospectie. Er zijn nog zeker twee belangrijke fragmenten uit dit programma die wij aan u willen laten horen. Echter niet in het nieuws, maar later op de dag zeker wel. Omdat het gaat om een vrij actuele aangelegenheid. Dus ook meneer August Boldewijn heeft zijn mening gegeven. En hij is net als velen van mening dat het niet nodig was om naar de rechter te stappen voor deze zaak. Boldewijn vraagt zich af als Noor Mohammed niks anders te doen heeft. Kijk, wat die dame heeft gedaan, althans de leiding van het bureau heeft gedaan, is gewoon datgene de feitelijkheid weergeven. Zoals die door de internationale organisatie die de financiering heeft gepleegd, heeft gezegd. Dat heeft ze gedaan. Het is een herhaling. En het is helemaal geen belediging van een minister. Ik zie daar niets in. Dus die mensen besteden hun tijd aan zaken die Suriname niet vooruitbrengen. Dat is het punt. Ik vind deze zaak gewoon pure nonsens. Die mevrouw heeft gewoon gezegd wat IDB gezegd. IDB heeft dat geld gegeven. Dus als IDB zou meneer... Terwijl we bezig zijn uitvoering te geven aan het project, zijn er bepaalde gegevens doorgespeeld naar anderen. En daarom moet er een nieuwe proces worden begonnen. Althans, het proces moet weer beginnen. Dat heeft die dame gezegd. En dat heeft ze gezegd. Niets anders heeft niemand beledigd. Ze heeft niet gezegd, de minister heeft gelogen. Nee, ik heb die dingen niet gelezen. Maar in dat het geval zou zijn, zou ik kunnen zeggen, ja, het is een belediging, maar... Ik zie daar geen belediging. En als je herhaalt wat de IDB heeft gezegd. Dus ik... sommige dingen moet je gewoon aan je laten voorbij gaan. De relatie regering, overheid en media... die is dan behoorlijk onder druk komen te staan. En dat is aan de andere kant ook niet zo goed voor de democratie. En daar maken de journalisten zich zorgen om. Kunt u dat begrijpen? Dat kan ik begrijpen, ja. Omdat deze zaak niet alleen in Suriname... maar ook internationaal en misschien internationaal nog erger in de publiciteit is gekomen. Hè? En dan gaat het niet om dit specifieke geval, maar om een heleboel andere gevallen. Hè? Waarbij een journalist informatie geeft over een aangelegenheid en dat ook van de ideologie van de staat af, hoor, om dit soort dingen te doen. Andere mensen worden gewoon opgesloten.
Je wordt gewoon opgepakt en opgesloten. Kijk maar wat in Rusland gebeurt. In China, wat er allemaal gebeurt. Mensen worden opgesloten. Zonder dat je kunt zeggen, wel, volgens de westerse principes, is de man inderdaad in de fout geweest. Door dingen te zeggen die niet mochten. Maar vanwege de ideologie van die partij, de socialistisch-marxistische ideologie, is het zo dat je eigenlijk, zodra je bepaalde dingen zegt, die niet in overeenstemming zijn met de ideologie van die regering, meneer, dan word je opgesloten. En niet 2 jaar, maar soms 10 jaar. En vraag wat die man gedaan heeft. Maar hij heeft niets gedaan. Hij heeft gewoon herhaald of heeft zijn mening gegeven over een bepaalde zaak. En waar het nu om gaat is dat je je mening mag geven in deze democratische wereld. En dat heeft die mevrouw gedaan. Hoe acht u dat recht op persvrijheid en vrije meningsuiting in Suriname? Nou, in elk geval, aan de hand van de vonnissen die worden gewezen, moet het voor ons een leerles zijn. En hoe meer van dit soort vonnissen naar voren, over 2 weken geloof ik, of over een week komt deze zaak weer naar voren, of wordt deze zaak weer behandeld. Maar ik neem aan dat de pers niet alleen, maar de gehele bevolking nota zal nemen van al dit soort vonnissen, waardoor men zijn mening kan geven en zijn mening kan vormen over de manier waarop mensen die hun mening geven over zaken, die een oordeel geven over de feitelijkheid van zaken, worden benaderd en behandeld door regeringsautoriteit. Niet door Boudewijn of door iemand van het publiek. Nee, door regeringsautoriteiten. En regeringsautoriteiten moeten ook goed nota nemen van dit vonnis. Zodat ze weten dat ze in de toekomst, vooral na de verkiezingen, geen fouten meer maken in deze richting. Want anders word je door de internationale gemeenschap zwart gemaakt. Hè? Dus dit soort zaken, daar moet men toch wel goede noten van nemen. Het gehele vonnis, de argumenten, de redeneringen die de rechter aanhaalt om dus te staven wat zijn mening is over deze materie en wat het vonnis inhoudt, dat zijn zaken waar je goed noten van moet nemen. Om dus in de toekomst dit soort fouten niet meer te maken. Ja, maar dus als ik naar u luister, dan verwacht u dat de zaak in het nadeel, de rechter zal beslissen in het nadeel van de minister? Nou, dat kan. Maar het kan ook in het nadeel van die mevrouw. Ik persoonlijk zie er geen nadeel voor die mevrouw in. De leiding van het bureau. Daar zie ik geen nadeel. Want als ik die zaak zo heb gelezen, ik heb het gevolgd, dan zegt die dame precies waar de IDB. Dan moet je naar de IDB gaan toch? Dan moet de regering zich gaan beklagen bij de IDB. Van IDB, wat heb je gezegd? Want ik heb het niet zo gedaan, bla 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 bla. Dat is pure nonsens toch? En nu ga je die mevrouw veroordelen. Omdat ze precies gezegd heeft in feite wat de IDB gezegd heeft. En eventuele mening daarover gevormd heeft. Maar het mag toch iedereen in een democratie? Hè? Of het nou de pers is of Boudewijn. Hij mag zijn mening geven. Want vroeg of laat, als ik straks hier een mening geef over een bepaalde aangelegenheid via jouw persbureau of perskantoor, dan kan ik ook een brief krijgen van meneer Boudewijn. U hebt bepaalde democratische wetten overtreden en wij nodigen u uit voor het gerecht. Maar waar is ze? Zijn we in Duitsland bij de Tweede Wereldoorlog? Hè? Waarbij dus die Duitsers de Joden op een verschrikkelijke manier hebben belaagd. Omdat ze bepaalde dingen niet eens gezegd hebben met hun mond. Ja. Dus daar moeten we voorzichtig mee zijn hoor. Ik vind dus dat je dit proces goed moet volgen. En de rechter moet een goede onderbouwing geven van het vonnis. Zodat iedereen die daar nota van heeft genomen, toch wel weet waar we hier in Suriname aan toe zijn. Dat we niet in een bakoevenwinkel terecht zijn gekomen waar iedereen maar wat kan doen wat hij hebben wil. En ook de overheid niet. Want we leven niet in een marxistisch, centralistische staat. Waarbij het centralisme geldt als basis voor het nemen van beslissingen. Nee, het is een democratische samenleving. Daarom hebben we rechters. August Boudewijn over de kwestie Noor Mohammed, Star Nieuws.
persvrijheid, vrije meningsuiting. Tot zover het nieuws. Bedankt voor het luisteren. Goeiedag.